Wat kook je zoal? Ja, we koken verschillende cultuur. We zitten nu met z'n vijf in de kleurrijk koken. En Afghanistan, Moluks, Turks en die andere is Tunesië. En je bent zelf Moluks? Ik ben zelf Moluks. Ja, dat dacht ik al. Nanda Bemer. En u bent van? Wereldse Keuken Bon Appetit. En wat kookt u zoal? Wij koken allerlei culturen, Armeens, Turks, Tunesisch, Marokkaans en ook Nederlands. En daar hebben we soms een gastkoker bij, supergezellig en superleuk. En wie kookt dat? Wij als clubje bij elkaar, we zijn met een paar dames, zijn we begonnen van nou, we dachten leuk voor de mensen in de wijk, hè, om wat ander eten te krijgen en om samen te eten, dus wij doen dat samen. Dit is vandaag uniek? Dat wij samen zijn met twee kookclubjes wel. Ja, wij komen wel eens bij elkaar eten. En ja, ook heel erg leuk. En, maar we hebben nu, omdat het integrale diner vandaag is, hebben wij bedacht dat wij het samen gingen doen. Daar konden we meer neerzetten. Integraal diner, wat een moeilijke naam hè? Wat betekent dat eigenlijk? Nou ja, dat je samen met elkaar het eten maakt, maar, zoals wij hebben het samen gemaakt. Maar ook om samen met andere mensen het te eten. En andere culturen? Andere culturen, ja. En dan samen gezellig aan tafel te gaan ook. We hebben een Suriname eten. En, zelfs als mensen bij ons groep zitten niet, dan koken wij ook verschillende cultuur, Italiaans en zo. Dus, is het wel een beetje op de Nederlandse smaak aangepast? Ja, eigenlijk wel. Tenminste voor oude mensen, dan passen wij gewoon van die smaak. Maar als niet, dan zetten wij gewoon sambal bij. Hè? Dat hoort ook erbij. Ja, dus, sambal bij. Hè? Ja, sambal bij. Dus, ja. Maar ja. De hele hete peppersan maak je niet, denk ik. Nee, op dit moment niet. Dus ja, normaal maken wij altijd verschillende buffet met verschillende sambal eigenlijk. Dus als ik een Moluks maak, dan maak ik ook echte sambal van Moluks of Indonesië. Dus kan je gewoon met een lange buffet, zeg maar. Ja, vandaag hebben wij samen voor jullie gekookt met twee kookclubs. Nou ja, bij ons was het superleuk en gezellig.